Oké. Okay. Hoi Lennart. Hoi. Jij hebt mij gevraagd om met jou een vlog te maken. Jij wil het niet op de manier doen zoals een vlog hoort. Maar jij hebt mij gevraagd om echt gewoon ervoor te gaan zitten en om jou een verhaal te laten vertellen. Correct, ja. Nou, dan gaan we dat doen. Om te beginnen, laten we bij het begin beginnen dan. Kun jij ons vertellen hoe jij bent begonnen met schaatsen? Hoe ik begonnen ben met schaatsen, dat ging als volgt. Ja, ik woonde zelf vlak bij de ijsbaan. En ik ging vaak met mijn ouders en mijn zussen daar schaatsen in het weekend. Ging ik er nog bij shorttrekken en bij skileren zomers. Ja, zodoende elk jaar weer wat meer gedaan. En ja, natuurlijk was het in het begin nog vooral voor het plezier. En natuurlijk begin je ook een keer met wedstrijden. En dat vond ik ook heel leuk. En toen de wedstrijden eenmaal kwamen, is het snel gegaan. Een tijdje lang en op den duur, ik weet niet precies meer wanneer dat was, kwam er een selectiedag of een beetje een meeloopdag voor de schaatsacademie. Die toen de tijd werd opgezet. Ja, ik ben toen in de academie gekomen. Ik denk dat ik toen 12, 13 was. Ik denk 13, ja. Ik ging toen naar de middelbare school. Dus toen ook een combinatie met school en sport samen. Ja, toen ben ik bij de academie gekomen. En ik vond dat gelijk hartstikke leuk. Leuke mensen, gezellige tijd, lekker nog niet te serieus, maar leuke mensen ontmoet. En ik kijk daar heel erg met een heel goed gevoel op terug. Leuke tijd gehad daar. Dat is toch wel de basis voor wat het nu is. Zonder die tijd was ik hier niet geweest. Je hebt goede jaren gehad bij de academie. Op een gegeven moment is jouw sport is gewoon een hobby. Op een gegeven moment verandert dat punt. Ja. Kan je dat puntje voor de geest halen wanneer het was? Ja, dat zou ik ook even inleiden. De wedstrijden gingen bij mij vrij snel best wel goed. Ik hoefde er nooit zoveel voor te doen. En ja, uiteindelijk, naarmate je ouder wordt, dan wordt het toch lastiger. En weet je, iedereen doet zijn uiterste best dan. En om dan echt eruit te kunnen, er bovenuit te kunnen komen, is dan lastig. En ja, ik deed het toen gewoon nog niet genoeg aan. En dat punt dat het veranderde was het jaar, of in ieder geval de zomer, voordat ik het WK junior heb gereden. Toen is bij mij de knop omgegaan van ik wil echt gewoon hard schaatsen en ik wil gewoon mijn concurrenten verslaan. En daar ben ik toen ook gewoon veel beter voor gaan leven en trainen. Ik wil hard schaatsen en ik moet er meer voor doen dan ik eerst deed. En dat heb ik toen gedaan. Allereerst wil ik zeggen dat ik vooral blij ben hoe het nu gaat. En ik heb vorig seizoen een erg goed seizoen gehad. En ja, dat is zeker ook zo fijn. Omdat het daarvoor heb ik echt wat mindere seizoenen gehad. Eigenlijk die drie daarvoor gingen echt een stuk minder. Ja, ik heb ook mijn enkel nog gebroken en het schaatsen ging gewoon voor de rest niet goed. Dan merk je ook gewoon dat die opofferingen, als het minder gaat, echt groot zijn. Ja, dan krijg je echt weinig voor terug en dan zit je ook, ga je naar de training toe en denk je, waarom doe ik dit? Ik wil het helemaal niet. En
ja, dat zijn gewoon echt lastige tijden. Alleen, ja, weet je, je moet daar gewoon uitkomen. En ja, je moet daar gewoon niet te vast in blijven zitten. En ja, ik ben daar, ik heb daar heel veel van geleerd. Ook als mens en ook als schaatser. En dat heeft er mede aan bijgedragen dat ik nu de sporter ben die ik ben. En de mens die ik ben. Beste kijkers, ik vond de vlog te snel gaan. We zijn een paar versnellingen teruggegaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken.